Voorzitter, een aantal weken geleden is een gerechtelijke actie van de junta in Burma om tientallen, minstens 100 leden van de oppositie, zoals de komiek Zarganar en de monnik Ashim Gambira, na schimmige processen achter de tralies te krijgen afgerond. Er werden draconische straffen uitgedeeld en de mensenrechtensituatie in Burma wil maar niet verbeteren. In 2010 zullen er in Burma verkiezingen worden gehouden en er bestaat bij de oppositie terecht behoorlijk wat argwaan over die verkiezingen, zeker na het referendum over de grondwet in mei 2008. Sancties en isolering van het regime hebben de afgelopen jaren echter helaas niet geholpen bij het tot stand brengen van veranderingen. Ik denk dat het nu tijd is om een andere weg in te slaan. Het regime heeft geen enkel idee van wat het buitenland nou bedoelt of verwacht. En nieuwe generaties leiders en militairen staan niet in contact met het buitenland, krijgen geen nieuwe inzichten. Ik ben van mening, voorzitter, dat dit parlement moet overwegen om formeel of informeel een bezoek te brengen aan Burma, om daar in contact te komen met de oppositie en wellicht nieuwere en stevigere druk uit te oefenen op de junta, iets wat door middel van sancties alleen helaas niet zal lukken.